Hoe duurzaam kan het zijn als je met je elektrische auto komt, daarmee het festival voorziet, zeg maar, van energie en op die manier ook weer terug naar huis kan? Breda Nu. Je weet het meteen. Vrijdag 1 februari vond de kick-off plaats van het project Aircon. Een nieuw initiatief dat wel op een heel bijzondere manier evenementen in Breda duurzamer wil maken. Wij willen heel graag een vervanging vinden voor de vieze stinkende aggregaten op evenemententerreinen. En wij gebruiken de auto als rijdende batterij om stroom in plaats van te gebruiken. Dus de elektrische auto gaat stroom leveren in plaats van stroom gebruiken. Nou ja, kijk, deze mannen die hebben bedacht van daar moeten we een andere manier voor vinden. Dat moet duurzamer kunnen. Hè? Dus die zaten met z'n allen op een evenement, pannen op het dak was dat. En die dachten, ja, laten we nou eens op een andere manier kijken of we die energievoorzieningen kunnen bewerkstelligen. Dus die zijn erover na gaan denken en die hebben een box bedacht die tussen de auto en nou ja, de koelkast, het podium, de muziek kan staan. Waardoor je je elektrische auto in kan zetten, de energie kan gebruiken om het festival te laten draaien. Ja, hoe duurzaam kan het zijn als je met je elektrische auto komt, daarmee het festival voorziet, zeg maar, van energie en op die manier ook weer terug naar huis kan? Ja, en wat het leuke daarvan is dat ze belonen met van alles. Dus je kunt achter het podium parkeren, je mag een privéchauffeur naar huis krijgen. Dat zijn zaken die we in de komende 3 jaar gaan bekijken en gaan testen. En dan worden er vanavond ook nog prijzen uitgereikt, heb ik gehoord. Wat voor prijzen worden er uitgereikt? Ja, er worden duurzaamheidsprijzen uitgereikt voor sport, food en muziek. En ik kan natuurlijk nog niet verklappen zeg maar, welke prijzen dat gaan worden. Dat gaan we vanavond pas doen. Dus dat hoort u later op de avond. Bij ploegendienst is duurzaamheid gewoon een belangrijke waarde waar we gewoon eigenlijk vanaf begin af aan mee bezig zijn. Dit is een project wat omtrent duurzaamheid gaat. En dat is ja, voor ons ook eigenlijk een bewuste keuze geweest om daaraan aan deel te nemen als partner. Dus het was voor ons een hele logische stap. Wij vinden dit project belangrijk omdat het bijdraagt aan onze doelstelling om Breda in 2044 CO2 neutraal te maken. Ja, dit zijn allemaal leuke ideeën, gave ideeën, ideeën waar je energie van krijgt om die doelstelling te behalen. En dat is wel de reden waarom wij hier gewoon instappen. Nee, ja, iedereen moet een steentje bijdragen. En als het dan ook nog eens leuk is, ja, dat is, beter kunnen we het niet maken, toch? En die privéchauffeur is dan omdat ze aan het eind van de avond allemaal een lege accu hebben? Nou nee, we zorgen wel, dat is een beetje de techniekvariabele van het verhaal, dat ze thuis kunnen komen. Het is een lokaal project, dus wij gebruiken de batterij tot een bepaald percentage. En die privéchauffeur zou je voor kunnen kiezen als je denkt van nou, ik ga even een lekker biertje drinken of wat anders, waardoor je niet meer mag rijden. Maar er zijn allerlei andere incentives te bedenken, zoals een vrijkaartje, meet and greet. Dus de chauffeur is een optie. Maar daar hebben we 3 jaar lang de tijd voor om te kijken wat mensen leuk gaan vinden. Breda Nu. Je weet het meteen.